Kitty Coupa, welkom op het Zomerpaviljoen. Dankjewel. En we hebben mazzel, want de zon schijnt ook nog eens een keer. Ja. En dan krijg je een mooi uitzicht, hè? Ja, prachtig. Prachtig. Ja. Hé, hey, voordat we naar binnen gaan, even een vraagje vooraf. Je hebt een heel markant gezicht, hè? Wat vind je? Dank ja. En sommige mensen die zeggen dat komt door veel alcohol en een woelig liefdesleven. Ach jee, ja. Klopt dat? Nee, dat denk ik niet, nee. Ik heb gewoon een markant gezicht, laten we het daarop houden. Lijkt me goed, gaan we naar binnen. Ja, oké. Okay. Wat wil je dan? Denk je soms dat Jascha niet weet wat hij doet? Het is maar een gevoel. Mijn broer schijnt het te onderhouden. Echt waar? Het gras. Wie? Pierre? Jacques. Oh. Jacques. Ja. Ja, Pierre, Kitty, hallo. Nou, dat begint goed. We kunnen papa niet vinden. Nee, vertel... Bekende Euvel, dat kon jij ook niet. Staat de telefoon op en dat kunnen we bellen. Kom, we gaan even bellen. Dag. Nou, je ziet me straks wel verschijnen. Goedemorgen, spreek met Kitty Courbois. Ik wilde graag weten waar mijn vader ligt. Kunt u dat voor mij uitleggen hoe ik moet lopen? Mijn vader heet J.H. Courbois en hij is gestorven in 46 of 47, dat weet ik niet precies. Vak 29, onthouden jullie dit, jongens? Ja, ja, ja. Hartelijk bedankt. Ja, het is heel raar, want ik ben hier één keer geweest, want ik mocht als kind niet mee naar de begrafenis. Jij mocht niet mee? Nee, de kleintjes mochten niet mee. Dus ik heb mijn vader nooit begraven zien worden. En dat is de reden waarom ik ook nooit geweest ben. Kan je je nog wel herinneren dat je vader overleed? Ja, ja, ik was totaal verslagen. Dat kan ik nog heel goed. Ik zat in de kerk. En ik zie zo die kist met mijn vader erin. En ik zie ze zo rechtsaf slaan. En wij moesten met de dienstmeisje linksaf, Pierre en ik. Wij mochten niet mee. Dat was om de kleintjes te sparen vroeger. Ja. Nou, je kan iemand geen grotere schade aandoen dan dat soort dingen te... Ja. Want te veroorzaken, want ik heb er zo verschrikkelijk last van gehad. Ik kan ook nog heel goed herinneren dat ik op mijn knieën zat voor het bed. Want we moesten bidden, want ik kom uit een katholiek gezin. En dat ik allemaal vlammen boven mijn hoofd zag. Nou, dat wordt een leuke dag, de hele dag zoeken. Zoeken naar een graf van vader. Heb je hem? Jacobus H. Dat is hem. Nou. 23 november ja. 1946, dat was vlak na de oorlog, hè? Ja, vlak na de oorlog, ja. Heb jij van die oorlog ook nog een nodige meegekregen? Daar heb ik heel veel van meegekregen. Brand in Nijmegen en zo. En met mijn zusje die met vingers in de oren op de trap heeft gezeten een jaar lang. En ik zie nog de Canadezen binnenkomen. Ik herinner me dus echt de bekende verhalen van de sigaretten en de chocola en de corned beef en zo. Dat was natuurlijk een angstige tijd. Tenminste, als ik nu nog veel werk hoor knallen, ben ik nog bang. Dus ik vond het natuurlijk een hele angstige tijd. Ik heb een brandcursus gedaan. Dat kan omdat je zo bang was voor brand? Voor brand. En het komt van die oorlog, dat weet ik zeker. Maar het is wel heel raar, want je hebt heel scherpe beelden heb je ervan. En tegelijkertijd zeggen, ja, ik heb een soort black-out uit die periode. Ja, niks weet. Nee, want mijn broer Pierre die weet dus veel meer dan ik. En is jonger. Heb je dingen verdrongen? Ja, wel hartstikke veel verdrongen. Wat was je moeder dan voor type? Nou, met veel zingen en piano spelen en accordeon spelen. En mijn broer natuurlijk, Pierre. En dan verder. Altijd mensen over de vloer. Iedereen was welkom. Dat is een soort zoete inval bij ons thuis. Met veel kinderen. Twee pleegkinderen. Ze had er al vijf, alsof het niet genoeg was. Nog steeds kwam meneer Pastoor bezoek en dan hadden we er weer twee bij. En zo gingen we door. En mijn vader gaat zich totaal op 64-jarige leeftijd, 15 jaar ouder dan mijn moeder. Dus die bleef alleen achter. Die moest diploma's gaan halen, een winkel beginnen en geld voor ons verdienen. Dus het was best wel. En dan die vreselijke drukke kinderen opvoeden. Want ze zijn wel een paar drukke kinderen die we hebben. Kon jij later pas goed opschieten met je vader? Later, ja, later. Ja, later. Toen ik op de toneelschool zat, ja. Toen werd het contact veel beter. Want ze lijkt volgens mij, als je het zo schrijft, lijkt ze nu, wel een beetje ja, op jou. Als ik nu of jij of foto's haar. Zie van mijn moeder, ja? Dan lijkt het echt gewoon sprekend op. Ik bedoel, het is gewoon zo.
En vind ik nou ook helemaal niet meer erg. Dat vond je vroeger wel erg. Ja, en mijn moeder, wilde niet op je moeder. En mijn moeder die lag het liefst op een bank in een peignoir en kleedde zich niet zo graag aan. Nou, ik doe precies hetzelfde. Dus, en dat vond je vroeger heel erg. Vond ik verschrikkelijk, vond ik dat. Ja. Als ik dan in school kwam en ze was niet aangekleed, of schaamde ik me gewoon dood. En ik doe gewoon hetzelfde. En mijn dochter doet het ook, ze zit in de familie. Maar die gaat graag met een dekentje op de bank. Ja, gewoon. Ja. Ja. Hé, nou je bij het graf van je vader staat. Maakt het nog iets bij je los of zeg je, nou dat ligt ver van me af? Nou ja, ik weet nog steeds niet of ik eigenlijk begraven wil worden of gecremeerd. Want nogmaals, dat gecremeerde vind ik ook eng. Door weer vuur. Voor dat vuur aan die brand natuurlijk. Maar ben je er nou nog niet uit? Nee, ik ben er niet uit. Kitty, zullen we allereerst eens gaan naar het moment dat jij als, ik zou maar zeggen, provinciemeisje, hè, Nijmegen, Arnhem, naar Amsterdam ging. Ik vraag me af hoe dat was. Ik was nog nooit in Amsterdam geweest, behalve op de toneelschool één keer een uitwisseling. Ja, dat was spannend natuurlijk. En was je aanvankelijk een beetje een provinciemeisje in de grote stad? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee, dat weet ik wel zeker van niet. Nee, ik voel me meteen thuis. Want als je dan in Amsterdam zit, is dat dan ook... Ja, dan moet het gaan gebeuren eigenlijk. Hè? Je hebt dan een opleiding als actrice en dan moet het daar gaan gebeuren. Wat voor beeld had je daarvan? Wat zou er moeten gaan gebeuren? Daar moest alles van gebeuren. Moest van alles gebeuren. Ik moest het meteen maken, dat had ik mezelf beloofd en dat is ook gebeurd. Wat gebeurde er? Ik kreeg meteen het eerste jaar dat ik bezig was een hele grote rol. Onder regie van Ko van Dijk. En dat lukte. De kranten stonden er vol van. En ik was meteen... dat ging heel goed. Maar wat voor gevoel gaf dat? Dat je ineens, dat het ineens bingo was? Nou, ik heb die kritieken, moet ik heel eerlijk zeggen, wel 100.000 keer overgelezen. Dat doe ik natuurlijk... Daarna heb ik dat nooit meer gedaan. Maar wel zo'n eerste jaar. Ik denk, wat staat er allemaal? Wilde kat en allemaal. En goed verstaanbaar. Een goede stem. En nieuw talent. En echt juichende kritieken had ik meteen. En wat denk je dan? Ben ik zo goed? Nee, dat denk je niet. Je denkt gewoon, god, dat is leuk aangeslagen. En het vult je beloftes in natuurlijk. Wat je aan jezelf beloofd hebt van... Ik moet het dan doen en anders ga ik een ander vak kiezen. Heb je het echt zo strikt? Ja, dat heb ik zo wel gedacht hoor. Dat heb ik echt zo gedacht. Ik vond het zelf niet echt gewoon, maar toch ook niet van... Oh, of zo, nee. Apart. Ja, apart, hè? Dat wel. Ja. Ja. 1966, het gangstermeisje, dat moet voor jou heel belangrijk zijn geweest. Dat is heel belangrijk, maar daarvoor heb ik nog een ander film gemaakt, omdat Frans Wijs bij mij in de klas zat, die werd er afgestuurd na een jaar. Die ging naar de Centro Sperimentale in Rome en hij zei van, ik ga met jou de eerste film maken. En ik kreeg een brief nadat ik mijn school afgemaakt had, of ik naar Rome wilde komen en... ik nam meteen een vliegtuig en ging naar Rome en werd er in een koets gezet. En in een koets rond het Colosseo met een camera tegenover me. Ik had nog nooit een camera gezien, een echte filmcamera. En er werd gedraaid. Nou, is dat niet romantisch? Zo. Ja. Wat dacht dat je? Dat was mijn eerste film. Ja, dat vond ik wel zo geweldig. People love. La gente ama. Ecco. Boy. Ragazzo. Girl. Ragazza. Dat was wel een waanzinnig feest, hoor, dat filmen. Daar had ik echt iets van, het overkomt mij, omdat ik het niet kende. Daar had ik geen school voor gehad natuurlijk. Nee. Wat vond je er leuk aan dan? Dat... Ik vind het nog steeds leuk, verfilmend het einde. Een ander... Het is hetzelfde vak, het valt onder dezelfde noemer, maar het is totaal iets anders. De concentratie is dus veel, veel groter, vind ik. Dat moet ik wel met al die mensen om je heen. Maar en dan moet je leren om het anders te doen. Wel hetzelfde spelen, want hetzelfde, maar kleiner en intenser. En, nou ja. Geloofwaardig moet je altijd zijn, maar op film registreert is echt alles. Ja. Nog even naar dat gangstermeisje. Daar was je wel, ja, dat heb ik begrepen niet, daar was je echt een stuk in. Ja, vond je? Dat vond ik zelf helemaal niet. Ja, ik was niet de enige, dat vond iedereen toch? Achteraf geloof ik wel, maar ik heb dat nooit zo meegekregen. Toen ook niet? Nee, echt niet. Nee. Hoezo, dat merk je toch? Nee, dat merkte ik gewoon niet. Ik zeg nu nog wel eens als mensen dat zeggen, nou dat had je wel eens kunnen zeggen. Maar ja, als ik het nu zie, achteraf, hè, met mijn leeftijd nu, en je ziet daar zo'n beeldig plaatje er rond huppelen op die film, dan denk je, hoe kan ik dat nou ooit niet gezien hebben? Kitty, ik had niet opnieuw. Ivan, attione. Thank you.
Een van de dingen die bij Kitty echt een probleem was, met werken in het begin, was dat ik niet in de gaten had dat Kitty een raspaardje is die op het moment dat de camera aangezet wordt, dan komt er iets bij. Ik had de neiging om met haar eindeloos door te repeteren. Dus eindeloos dat ik dacht, nee, nog een keer, oké. Okay. Nee, jongens, we zijn nog niet klaar om te draaien, nog een keer, Kitty. En dan ging ik door. En dan dacht ik, nou ja, we moeten, dus laten we maar proberen. Desnoods repeteren op film, zoals dat dan heet. Dus dan zetten. En dan kwam de klap in beeld. En ineens zag je bij haar er iets inschieten. Dacht ik, oh. En dan ben je geneigd om dat te vergeten. Het was een heel mooi meisje van de dochter van de juwelier op het plein. En ze bracht hoofden van vele jongens op hol. Ik had het in de begintijd heel erg moeilijk mee, omdat ik vond dat ze, dat kwam door de opleiding, te ver van zichzelf was gaan staan. Ik herkende, als ik in de begintijd op het toneel stond, herkende ik mijn eigen zuster niet meer. Het was een heel mooi meisje en op film was het ongekend on-Hollands mooi. Dus dat is meteen opgepikt en die kreeg werk. Aan de lopende band. Zij had een stem, die vreemde, heese stem die je werkelijk, nou ja, uit, ook in, of het nou in commercials is of sterspotjes of in de film. Ze heeft, bedoel, echt een stem uit duizenden. Dat was in eerste instantie eerder een vreemde bron tot lichte argwaan of ze wel in dat vak zou kunnen slagen. Want we hadden allemaal iets van, wat heeft hij een donker... Dus het meisje was altijd vermomd, als het ware, in de stem. Kitty is als actrice heel bijzonder, vind ik, omdat ze volgens mij speelt, ja, heel veel vanuit intuïtie. Naarmate ze ouder werd, werd ze steeds bijzonderder als toneelspeelster. Terwijl ze, toen ze jonger was, was ze ook goed, maar had ze toch voornamelijk was haar schoonheid het eerste wat in het oog viel. We hebben je net horen inzingen. Ja? Kan je een beetje schetsen wat voor gevoel is dit als je zo vlak voor een voorstelling staat? Is dat eng? Is dat zenuwachtig? Nee, dat is helemaal niet eng. Dit is een ontzettend leuke voorstelling om te doen. Dit, absoluut niet eng, dat inzingen. Dat moet gewoon omdat er wat liedjes in het stuk zitten. Dus moet je stem een beetje losmaken. En dat heb ik wel eerder gedaan. Dat is, ja, maar hoor je niet zenuwachtig te zijn? Nee, ik word niet zenuwachtig van. Nee, natuurlijk niet. Er zijn toch acteurs sommigen die staan over te geven? Nee, heb je dat heb ik niet. Nee, nooit? Nou, overgeven niet, nee. Maar wel eens nerveus geweest voor een première of zo. Hoe voelt het als je zo'n stuk achter de rug hebt, net? Nou, lekker een leuk publiek was het vanavond. Ja. En, lekker een beetje vol en leuke reacties. En vooral
We hebben ook een slappe lach eventjes gehad met het water wat de verkeerde kant op ging natuurlijk. Oh, dat was natuurlijk helemaal niet bedoeld dat ze zichzelf nat spuiten. Dat was voor ons bedoeld. Hoe is dat trouwens om te spelen bij zoveel spektakel om je heen? Nou, ik vind het ontzettend geestig hoor, dit stuk. Ja. En ik vind het ook heel droevig aan de ene kant. En ik vind dat die special effects, die heb ik nog nooit meegemaakt op toneel, zo ontzettend heftig zijn en zo goed gelukt. Ja, dat komt mooi over. Ja. Ben je moe nou? Nee, want het geeft altijd energie natuurlijk, hè, voorstelling. Waar zit jij? Ik zit hier. Dit is jouw plekje. Met René Fokker. Hoe eigen is zo'n plekje van jou? Dat is heel eigen, ja. Ja? Heb jij nog bijgelovige dingen? Veel. Ja? Geef eens wat nou, aan. Nou ja, zo'n ring of zo. Welke? Die ring? Die moet om. Ja. Om. Dat mag niet altijd. Mm-hmm. In dit geval wel. Bijgeloofd iedere acteur. Ja, dat weet ik daarom. Maar iedereen heeft weer andere dingen, hè? Dan moet je hier blijven en dan moet je dus gewoon... Dan moet je dan in... Dat is je script? Dat is mijn script. Ik ben heel erg van dit werk. Maar het is gewoon de volgorde. Het moet van dit stuk is de volgorde. Ze zijn niet de teksten, maar wat komt er na wat? Wie is er aan de beurt, zal ik maar zeggen. Belangrijk. Ja. Laten we eens kijken naar Hugo Claus. Ja. Dat is een belangrijke man in jouw leven ja. geweest, in ja. ieder geval. Ja. Of nog steeds? Nee, ik heb hem laatst wel opgebeld, maar ik heb ontzettend gezellig met hem gesproken, maar ik zie hem al heel lang niet meer. Nee. Wat maakte die man nou in jouw ogen zo anders dan anderen? Nou ja, een fantastische schrijver natuurlijk, een zeer onderhoudend mens en een schat en ja, echt, ja. Had jij voordat je hem kende veel relaties gehad? Nee hoor. Niet zo erg veel, dat valt erg mee. Maar waarom viel je nou net op hem? Misschien omdat hij op mij viel, ik weet het niet. Wat vond jij boeiend aan hem? Nou ja, een enorme romanticus en een lieve man. En een, ja, maar er zijn er wel meer op de wereld hoor. Ik wil het niet zo op die Hugo Claus vastpinnen. We hebben eerst 7 jaar ruzie gehad en toen is het allemaal weer goed gekomen. En daarna is het verwaterd gewoon. Hij is inmiddels getrouwd en voor weer jarenlang. Hij woont er heel lang in België. Ik heb hem heel lang niet gezien, behalve toevallig heb ik hem opgebeld laatst. Kan jij 7 jaar ruzie maken? Ja, ik kan 7 jaar met de mensen ruzie hebben. Dat heb ik vaker gemaakt met mensen. Dat is heel raar. Per ongeluk duurt dat 7 jaar. Het kan ook om een elektriciteitsknopje gaan of iets. Als iets met mensen mij te veel wordt. Dat zijn vaak mensen die heel erg in geloofd hebben en heel erg... Lief gehad heb, dat we zeggen, dus niet alleen een relatie, maar gewoon hele goede vrienden, dan kan er iets gebeuren wat me dan echt niet zint. En dan ben ik zo gekwetst. Dat kan dan heel lang duren bij mij. Maar is dat dan een soort rancune dat je dan hebt? Nee. Dan is het gewoon je neemt bam, iemand bam, erg afgelopen. Kwalijk dat hij gekwetst. Ja, en dan is het gewoon koud. Echt afgelopen. En dan zie je hem ook niet meer staan nee. als je hem op straat nee, tegenkomt? Nee, het is goed ik ook niet meer. Nee, daar ben ik heel erg in. En als de ruzie over is, dan is het ook dan helemaal is het over. Ja, dan is het weer over. Ja, het is bij mij alles of niks. Dat is lastig af en toe. Ja, dat is heel lastig. Het is ook met emoties zo. Het is echt alles of niks. Je zegt, ik heb niet zoveel relaties gehad. Anderzijds heb je wel eens ergens gezegd, ik ben niet iemand die relaties lang houdt. Nee, dat ben ik niet geschikt voor, nee. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Dat is moeilijk. Ik ben moeilijk om mee om te gaan, denk ik. Of niet mee om te gaan, maar om een lastig iemand gewoon. Nu niet meer, maar vroeger was ik behoorlijk lastig, ja. In welke zin? Ja, mensen gingen me toch wel vrij snel vervelen en zo. En ja, en ik moest altijd... Ik had altijd het idee dat iedereen beslag op mij legde en mij wilde veranderen en zo. Nee. Dat wou ik niet. Maar dat maakte je dus af en toe tot een wat lastig persoon? Dat neem ik aan, niet voor mezelf. Want ik vond mezelf helemaal niet lastig, maar andere mensen vonden me erg lastig. Ja, ja. Ja. Heb jij een beetje de... Ja, hoe moet je dat zeggen? Je hebt natuurlijk een stevige stem, om het ja. zo maar te zeggen. Volgens mij flap je er ook van alles en nog wat uit. Ja, vroeger wel. Nu valt het wel mee. Ja. Maar ja. was dat lastig? Ja, dat is ontzettend lastig. Want dat betekent dat je ook veel vijanden maakt vaak. En dat je dan, als je mensen lief vindt, dat gewoon altijd maar weer goed moet maken. Dat is jou vaak overkomen? Heel vaak. En nu denk ik wat meer na voordat ik iets zeg. Ik ben nu 70 bijna en ik word echt iets beter. Ik beloof het, wordt echt iets beter. Toch is het raar eigenlijk hè, dat jij bent gaan sporten. Want je bent hier in 56 ben je landskampioen geworden. Ja. Hockey. Ja. Kipster. Kipster, ja. Maar ja, ik zou bijna zeggen, als kind liep je zo kreupel als maar kon. Ja, maar ik was hartstikke goed. Ik had een ontzettend
Al zeg ik het zelf. Een vreselijk goed reactievermogen nog steeds. Als iets valt of zo. Heel snel ben ik. Maar je liep op steunzolen als meisje. Ja. Je had een... Een operatie achter de rug. Je had een ijzeren... Rechthouder heette dat vroeger. Toen ben ik geopereerd toen ik 13 was. En daarna ben ik... En toen mocht ik alles af. En ik ben dus voor drie dingen, omdat ze wisten niet wat ze met mij aan moesten. Ben ik getest. Voor verpleegster, sportlerares of maatschappelijk werkster. Nou. Dus, dat was een geweldige keuze. Ja. Hallo, ja, Kitty, kom wel. Hallo. Ja, dat schrijf ik aan op. Hoi. Ja. Nou. Niet meer bekend voor, denk ik, hè? Nou. Ja? Ja, er gaat wel iets... Dat vind ik... Gaat wel iets dagen. Nee. Heb je nog met zijn gehokkie dan? Nou, ik ben 54, 55 begonnen en nu was iets eerder, zeg ik, hè? Ik was eerder en ik ben... Ik heb eens in vertrekken, denk ik. En ik was alleen kiepster in het eerste, omdat die kiepster van het eerste de been gebroken had. Weet je nog en toen ben ik van, volgens mij heette ze Els. Palsen? Ja. Ja, dat was de. En daar bent u dan later mee getrouwd of zo? Kijk nu. Ze is niet als een levende legende achtergebleven hier. Nee. Wat hadden we dan voor kousen vroeger? Ja. Wij hebben tegenwoordig rode, bordeauxrode sokken met een witte rand. Dat is sprekend. Ik zag er zo uit. Dat zou wel heel apart zijn als daar een foto van was. Ja, waarom? Dit zou jij zijn. Ja, geloof ik. Als kiepster. Andere bril, nog sterker. Ik ben er niet 100% zeker van. Hier bij deze. Zit daar nog iets bij waarvan je zegt. Non. Deze zou heel goed kunnen hoor. Ja, dit lijkt ook weer op mij. Denk je dat je het nog kan trouwens? Ik heb je één keer nog geslagen in het Vondelpark. Ik dacht, dat verleer je niet zo vlug. Nee, ik had zo. Ja, kan dat zakken zo eentje had? Nee, ik denk dat je nog uit de periode. Maar je kan het nog wel. Ik ben heel benieuwd. Nou, eens even kijken. Nou, dat gaat nog wel. Laat maar liggen, die halen we straks nog. Voelt het weer een beetje ja, goed? Ja, lekker. Nou, niet echt geweldig. Yes. Och, nou kan niet met mijn hart slaan. Ik kon wel heel hard slaan vroeger hoor, jongens. Geloof me maar. Maar voor iemand van 70, dat je achter die bal aanrent, dat vind ik toch niet niks, ja, hè? Dat kan ik wel. Ja, dat gaat toch wel. Maar train je daar ook voor of dat niet? Nee. Ik doe meer stretching en zo. Ja. Dat je gewoon 3 kwartier op de grond liggen. En ja, ben je wel bezig met je gezondheid, met dat soort dingen? Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, maar het moet ook, hè? Want je wil tot je dood in ieder geval blijven toneelspelen. Dan moet je toch wel. Ja, ik heb de gezondheid mee. Laten we het even afkloppen. Maar gelukkig wel. Ja. Haha, bijna. Ik word erg uitgelachen als jullie dat uitzenden. Maar zat er heel veel energie in jou? Heel veel. Dat knalt er dan uit of zo? Ja, dus dat moet je wel kwijt natuurlijk, ja. Dat denk ik dan maar, ja. Ja. En ik stond ook veel te op het hockey, op het gymnastiekveld van Marienbos. Daar stond ik ook veel te zingen. Maar dat vond je wel leuk? Denk het wel. Ja, natuurlijk vond ik het leuk. Het ging ook heel goed. Je eerste optreden? Ja. Was je goed? Ja, het was heel goed. Een waanzinnig sociaal, open, betrokken mens vind ik haar. En dat merk je ook op zo'n school. Hoe snel ze zich daarin werkte, in hoe het met iedereen ging en wat er met iedereen aan de hand was. En of mensen angstig waren voor iets of ze ergens mee kon helpen. Dat is echt Kitty. Dus naast dat ze een fantastische actrice is, is het ook een fantastisch mens. Ik ken Kitty persoonlijk niet. Ik bedoel, bijna niemand kent Kitty, denk ik persoonlijk. Of ik verbeeld, maar in ieder geval... Omdat namelijk, en dat is bij een actrice sowieso al dubieus, omdat daar letterlijk de voor- en achtergrond lopen voortdurend door elkaar heen. Ongeremd, spontaan, hartelijk, emotioneel. Ze kan ook helemaal heel driftig zijn of heel opgewonden over iets. Ik denk van nou, god, waar weet je je over op, maar dan kan de wereld te klein zijn. De minder positieve kansen. Ja, er zijn er weinig. Voor mij zijn er dat er heel weinig. Maar welke zijn er? Ja, te veel rookt bijvoorbeeld. Hè? En
ze soms iets te veel drinkt. Ook niet eens zoveel hoor, maar met name het roken. Ik weet niet, misschien is ze er al mee gestopt, maar ik vind dat ze daar nou eens eindelijk eens mee op moet houden op die leeftijd. Ietsje chaotisch soms misschien. Dat kan ik me wel voorstellen. Van, dan is het allemaal zoveel, dan overziet ze het niet direct. En dan, dan moet ze wel eens iets afzeggen of dan moet er wel eens iets veranderd worden of zo. Een beetje chaotisch misschien. Ze durft te leven. Ik ben zuinig in de zin van, ik probeer echt het liefst 120 te worden. Bij haar heb ik het idee van, ze wil spelen, ze wil werken. En ze is behoorlijk rücksichtloos met, gaat ze naar mijn gevoel soms om met zichzelf. Ik hoop dat ze regelmatig kan blijven werken, ook na de 70ste. Want dat is geen vrouw die in haar eentje thuis moet zitten met of zonder kleinkind. Want die heeft een gezelschap nodig, die heeft mensen om zich heen nodig. Kitty maakt je gelukkig door te werken. En de rest is overleven, denk ik. Even naar je als actrice, je bent dit jaar weer 70. Ja. Wat is dat om als actrice die leeftijd te halen? Nou ja, dat zegt niet zoveel. Ik bedoel, ik vind het alleen een ontzettend leuk getal, want wat is nou 68 of 69 of 67? Dan raak je op de tel kwijt, want dan moet ik echt denken hoe oud ben ik. En nu weet ik dat ik 70 word. Dus nu is het wat makkelijker. Ik vind het wel leuk. Heb je momenten gehad dat je dacht van verdraaid, ik begin nou toch een beetje op leeftijd te komen. Ik hoop dat ik nog wel aan de bak kan komen. Ja, dat heb ik wel gehad, maar die schrik is niet waar gebleken. Kan je je voorstellen dat jij moet stoppen? Nee, dat lijkt me... Nee, ik heb nu voor het eerst straks een paar maanden achter elkaar vrij. En dat is bijna nog nooit voorgekomen. Dus ik ben benieuwd hoe ik me daar doorheen geslaan. Maar ik ben van dingen van plan. Ik wil nu eens echt leren googlen en zo. En ik wil echt die fotokast opruimen. En ik wil echt dingetjes doen. En gaat dat dan ook gebeuren even te zijn? Ja, dat gaat wel gebeuren, ja. Ben je wel zo iemand die zegt, als ik dat ga roepen, dan ga ik dat ook doen? Nou, nee. Maar nu wel. Ik heb wel dus beschouwd het 70 wel als een soort mijlpaal. Dat ik denk van, ik ga eens wat andere dingen uitproberen. Je hebt wel de indruk volgens mij dat je behoorlijk veranderd bent sinds je wat ouder bent. Ja, ik geloof dat het de goede kant op gaat. Nou, ik ben wel een stuk vriendelijker geworden, dat vind ik wel. Ja, ja, ja. En de angst om wat ik vroeger had, dat is weg, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Toen ik heel jong was, toen wilde ik door iedereen aardig gevonden worden. En dat was gewoon niet zo. Dus ik probeerde steeds mijn uiterste best te doen om te zorgen dat iemand me aardig vond. En dan was ik pas tevreden als iemand zei van, je valt toch wel mee. En dat heb ik dus helemaal niet meer. Dat had ik wel toen ik jong was. En is er voor actrices een moment dat mensen zeggen van, nou wordt het toch wel tijd dat ze ermee stopt? Of dat denk ik wel dat die er is. Ja. Ja, sommigen gaan helemaal. Maar dan ga jij toch door, of niet? Nou, natuurlijk, als mensen zeggen dat ik moet stoppen, dan stop ik. Maar ik denk dat ik dat zelf wel weet. Dankjewel. Alsjeblieft. En hier komen we in de ondergrondse uitbreiding. Ja, de ondergrondse uitbreiding is het echt. Ik ga je even de foto's laten zien. Kijk jongens, hier. Dit is mijn eindexamenjaar. Oh, kijk. Hele eigenaardige foto's. Welk jaar zitten jullie jongens? Eerste. Nou, dan krijg ik jullie volgend jaar. Dus wanneer begint de school? Ja, meteen. Dan komt met die clowns, dan komt het niks in de war. En dan gaan we lekker volen. En we gaan heel veel klassiek doen. Dat je het vast weet. Okay. We gaan veel Grieken doen. Aha. Ja? Heel leuk. Ik weet niet of ze daar blij van worden. Ja, blij van. Ja, daar worden we gaan veel Grieken doen. Ja. We zijn nu ook al met heel veel Grieken bezig. Ook. Ja, goed zo. Met Christian. Met Christian, ja. Leuk. Bevalt het jullie op school? Ja. Ja? Ja. Ja. Goed zo. Nou, ik verheug me erop. Ja, wij ook. Goedendag. Laten we hier even kijken. Ja. Ga je gang. Dank je. Het is nog een beetje donker. Ja. Dit is zo'n lokaal. Daarboven, ja. Ja. Nou, hier staat toevallig een decortje nu. Het ziet er wat gezellig uit. Ja. Maar meestal is het gewoon, als ik lesgeef, staat er gewoon niks. Misschien een bank of een matras of een oude stoel of zo. Dus ik denk dat ze hier wel iets aan het voorbereiden zijn voor een
eventuele voorstelling of ja, zo. Ja, ja. Maar ja, dit is toch niet echt wat je denkt, gut. Hij had het gezelliger. Hij had het leuker en gezelliger gebeurd. Ja, hè? Ja. Ja. Kan jij je herinneren de eerste keer dat je les gaf? Ja, ik kan ik heel goed herinneren. Op 9 meiden en 1 jongen. Dat vond ik best wel moeilijk. Ja, want ik wist niet wat ik moest vertellen. Ja, wat doe je dan? Ja, je leert ze toneel spelen, maar hoe doe je dat dan? Doe je dingen voor? Moeten ze dingen doen? Nee, ik doe nooit iets voor. Ze moeten alles zelf doen. Ja. En waar ik het meest op let, dat is dat ik ze geloof. Wat ze doen, dat ik erin trap. Ik heb gezegd altijd, jullie moeten zorgen dat ik erin trap. Maar al lieg je te barsten, als ik het maar geloof. Dat is een beetje mijn manier van lesgeven. Is dat ook de essentie van toneelspelen? Ja, voor mij wel. Voor een heleboel acteurs niet, maar voor mij wel. En verstaanbaarheid, daar let ik ook op. En emoties over kunnen brengen, maar vooral op de echtheid. Ja, ja. Het is hoe lang een klas... Heel intensief dus. Ja, soms doe ik wel eens, geef ik wel eens 6 of 8 uur achter elkaar. Ja. En nou, daar word je eigenlijk nooit moe van, want die mensen inspireren je gewoon. Ja. Is het moeilijk, lesgeven? Ik vind het niet. Ik ben geen echte docent, joh. Ik doe maar wat. Ik doe elke les anders. Ik doe gewoon maar wat. Ik bereid me dus ook gewoon nooit voor. Dat doe ik niet. Ik kijk wel wat er op me afkomt, wat ze mee komen. Als ze zich rottig voelen, dan mogen ze dat heel erg graag bij mij in de les, in die rol laten zien. Dat zeg ik ze dan ook. Oké, heb je rot in muur? Vooruit, kom. Speel die rol maar eens even zo. Maar het klinkt als wel heel simpel. Ja, maar het is ook best wel simpel. Maar moeilijk om te leren. Ja. Kitty, dag. Hoi. Dit is dus dans. Dat is, zeg jij, totaal anders... Dat is een totale andere discipline. Waarom? Nou, kijk, als je omkijkt, dan hebben die mensen van de toneelschool... Ja. Die hebben allemaal gordijntjes opgehangen. En dingetjes. Ja. Zodat je, want je kon vroeger ook alles naar binnen kijken en alles zien. En die willen dat niet als ze bezig zijn met emoties te ontwikkelen. Zo. Die willen niet. Maar deze, die vinden het heerlijk om bekeken te worden. Als we met hun lichaam kunnen pronken, dan is het een totale andere discipline is dit. Kijk, dat gaat dus helemaal niet samen? Nee, dat gaat niet samen. Tot nu toe niet. Je weet niet wat er gaat gebeuren in de loop van het jaar. Ja. Is het niet zo dat bij jou dat er dingen die jij uit je jeugd hebt meegemaakt... restanten daarvan, dat die toch nog steeds een rol spelen in jouw werk, in je toneelspelen? Dat is natuurlijk onvermijdelijk, want je gebruikt natuurlijk alles wat je zelf hebt meegemaakt. Niet dat je dat dan exposeert op het toneel. Maar ik kan me nog heel goed voorstellen, herinneren dat mijn allereerste grote rol... dat was de getatoeëerde roos van Tennessee Williams... onder regie van Cor van Dijk. En toen was er een scène in, was ik een jong meisje in het begin... en daar speelde ik met een bal, zo, vlak voor het voetlicht... wat er toen nog was. En dan kwam er een jongetje met mij spelen, was het begin van de voorstelling. En dan zei ik, ga weg, mijn papa is dood. En dat vond ik zo heerlijk om dat te zeggen, want het is toch een soort... Dat had ik nog nooit tegen iemand gezegd. En men wist dat ook niet. Maar mijn moeder zat in de zaal, die ging helemaal onderuit. En die dacht toen van, het kind heeft die dood van die vader nooit verwerkt. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar begrijp je, dat gebruik je maar. Maar dan zit je niet te hoereren of te huilen dat je vader dood is. Maar je gebruikt wel de oh, dat heb ik meegemaakt, mijn vader is dood. Dus het is toch een beetje hoereren in dit vak, vind ik zelf. Dus mag je daaruit concluderen dat je een steeds beter actrice wordt naarmate je ouder bent? Als je tenminste een beetje bewust leeft. Als je een beetje bewust leeft en je bent een beetje goed... en je hebt het vak een beetje onder de knie, geloof ik wel. Dan hoef je je niet zo erg veel in te leven in een karakter. Want het ligt toch allemaal al voor de deur, zal ik maar zeggen. Even je leven overziend. Denk je dat je alles eruit hebt gehaald wat eruit te halen viel? Wel veel, ja. Maar wat is het belangrijkste wat je eruit hebt gehaald, denk je? Nou, toch de oprechtheid ten opzichte van mensen. En wat heb ik eruit gehaald? Ik weet niet of je... Ik ben zoals ik ben. En ik haal nergens iets uit. Dat overkomt je. Ben je trots als je terugkijkt op wat je gedaan hebt? Nou, ik heb nergens spijt van. Nee, maar ik vraag, ben je er wel een beetje trots op? Jawel. Nu je 70 bent, wat ligt er nog allemaal voor mogelijkheden los van de rollen? Je woont nu alleen. Ik woon... Zit er nog een leuke relatie aan te komen? Nee. Nou, dat zeg je al heel uitgesproken. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Nee, want om even Judith Herzberg te citeren... 5 minuten voor je dood gaat, kan je nog iemand ontmoeten. Dat is een mooie zin van haar. En dat weet ik niet. Je weet het niet hoe het verder gaat, dat weet je niet. Maar op het ogenblik, ik ben niet verliefd. En ik zie in mijn omgeving toch ook niet een echte man van mijn leeftijd... waarvan ik nu denk, jezus, wat een stuk. Dat heb ik ook niet. Dus die zijn nog niet zoveel, vind ik. Maar je mist het ook niet? Nee. Kortom, je hebt alle reden om gelukkig te zijn? Eigenlijk wel.
Kitty Koopman. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, dankjewel. Van verder. Zometeen als je in je taxi stapt, ja? Dan zal je zien dat er een klein cameraatje op je gericht is. Oh. Weet die man dat ook? Ik denk het wel. Oh. Maar jij kan het in ieder geval benutten door als je nog wat kwijt wil, dat in dat cameraatje te zetten. Ik vond het een hele leuke uitzending, gaat dat waarschijnlijk worden. En ik vond het een verschrikkelijk leuk gesprekje. En het is hier prachtig, vind ik. Echt prachtig. Ik heb ook een heel mooi boek gekregen.